En dat had je vroeger niet. Ja, dat is wel een communicatiemiddel. Van, het is niet alleen om te bellen, meer de telefoon. Ja. Ja. Dingen, het is allemaal gewoon ja, continu contact met elkaar. Maar dat, wat die zegt ook, de camera nog wel top. Je kunt hele mooie foto's maken. Oh, ja, ja, ja. Je maakt foto's en dat zet je gelijk neer. Dat kan je gelijk neer zetten, ja. Nou ja. Zie je nou, dat is het ding wat jij toen van Ed gehad hebt. Ook al die foto's op, ja. Die zet je maar op tafel. Ja, dat is een digilijst. En je zet hem aan en dat gaat automatisch. Onthouden zeg. Je hebt nog geen foto's, ja, die heb je niet. Dat is echt leuk hoor. Als je vroeger ziet wat je had. Ja, maar weet dat? Ook bij, als je dan een bericht wil versturen, komt er een klein toetsenbordje, komt dus ook een mooie aantikken. Heel mooi. Ik heb daar 3 jaar in de Oost gezeten, als ik toestel op gehad, dan had ik wat moois kunnen maken. Maar dat had je niet. Helemaal niks. Wil je wel eens naar dit kijken? Ja. Er staat zo die tekst op. Ja? Ja? Ja, ja. Maar nou moet je zo lezen, maar op. Hup, tekst die daar ook mee. Ja, dus. Ja. En dan zijn we onderste boven. Ja. En hop, haar weer recht. Ja, ja, ja. Hij moet zelf recht wat ding. Ja, leuk hè? Nou. Dus hoe je ook gezit, houden ze allemaal altijd recht houden dan. Ja, hartstikke leuk. Nee, ik hoef zo'n ding niet op. Maar wat kost nou zo'n ding dan? 300. Dat kun je nagaan. Voor 300 heb je alles kant en klaar. Ja, ik was. Maar daar kan ik dan ook boeken op lezen. Dus op vakantie hoef ik eigenlijk geen boeken meer mee te nemen. Dan kan ik gewoon lezen. Ik heb en dan moet je niet zien. Ja, die moet wat je wilt zien. Ja. Ik weet niet, allemaal boeken opkopen. Je kan boeken ophalen. Ja, ik heb bijvoorbeeld boeken. Ja. Een dingetje. Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld, dan krijg je dan dus uit, ik heb boeken dan ophalen. Dan zeg je nou, ik wil alleen op de wereld lezen ofzo. Dan tik je dat in, krijg je, kom naar je toe. Dan krijg je het hele boek gaan lezen. Ja. Dus je hoeft niet meer die hele tas van boeken mee te nemen. Dat hoeft niet meer. Echt, dat hoeft niet meer, hè.